Hallo mooie mensen, zoals je ziet, ik zit vandaag lekker buiten. Het is zo warm dat ik eigenlijk wel zin heb in wat verkoeling. Iets van een ijsje. En nu is het zo dat Yamin mijn gebeden aan de ijsgoden heeft gehoord. Ik heb deze vier ijslollies gekocht. En wat leuk is, ze zijn glutenvrij, zie ik op de achterkant. Dat is leuk. Maar er zit echt fruit in. Of ja, niet bij allemaal natuurlijk. Bij sommigen zit er echt chocolade overheen en zo. Maar er zit dus, het is niet zomaar ijs. Het is ijs met een beetje extra. Nou, ik ga ze lekker proeven. Maar als je mijn vorige video gezien hebt waarin ik frisdrank ging proeven, dan weet je al denk ik een klein beetje dat ik niet hou van heel normaal proeven. Ik vind dat het een beetje, het moet een beetje leuk, anders, een beetje uitdagend zijn. Dus wat we gaan doen in deze video, we gaan ze laten smelten. De allereerste die ik ga proberen is de Ice Kitchen Iced Coffee. Wauw, fancy. Hij ruikt heel erg naar koffie. Dat vind ik wel lekker eigenlijk. Ik vind ijs koffie wel chill. Oh, lekker. Dit is gewoon iced coffee aan een stokkie. Ik denk dat ik mijn nieuwe favoriete ijs gevonden heb, jongens. Ik wil hem niet eens in de magnetron doen. Ik neem een hapje en dan doe ik hem in een bakje en ga ik hem nu in de magnetron doen. Kijk eens even. Dit was een ijsie. Het ruikt een beetje apart. Het smaakt nog wel hetzelfde. Ik ga het even proberen. Kijk, het is warm nu. Logisch, komt uit de magnetron. Dat betekent dat het, dat als het iets koud is en je eet iets warm, dan is het altijd anders. Hetzelfde met warm fruit of koud fruit. Dat is ook, ik hou helemaal niet van warm fruit. Bijvoorbeeld gestoofde peren. Maar dit is best wel oké. Tijd voor het volgende ijsje. De volgende is peach en hibiscus. Maar ik heb geen idee wat dat betekent eigenlijk. Oh, dat is een bloem. Wat? Er staat ijs met persikschijfjes en hibiscus bloemen. Dat is Egyptisch. Exotisch. Lachen. Hallo? Hij is heel rood. Is wel, ik zie het persikje zie ik er wel in zitten. Heel apart smaak. Niet bepaald vies. Het is een beetje rode vruchtsmaak, dat is logisch, want het is ook rood. Ik bijt de persik meteen aan, maar het is wel lekker op zich. Ik heb echt een hapje van die persik. Kijk, ik ben niet zo'n hele goede fruiteter. Maar ja, als het in een ijs zit, dan kan dat wel. Oké, hij zit in het bakje. Even naar de magnetron, kom ik zo terug. Et voilà, monsieur et monsieur en andere mensen. Kijk, we hebben wat ooit een ijsje was. En we hebben een persikstukje hier zo. Oké, eeuw. Nu wordt het een soort van een beetje vies vruchtendrankje. Ik durf eigenlijk niet eens die persik in mijn mond te douwen. Oh, godverdomme. Ik hou echt niet van deze substantie. Ik krijg hem ook niet eruit, want dat ding is helemaal verlept. Wat logisch is, aangezien fruit niet helemaal niet in de magnetron hoort. Conclusie, persiken horen niet in de magnetron. Ijs is eigenlijk ook niet. En als je deze laat smelten, dan raad ik hem niet aan om hem nog door te eten. Het is niet echt lekker. Op naar de volgende. Oké, dit is alweer de ene laatste, maar wel een hele interessante. Het is namelijk fresh mint en dark chocolate. Als je het gewoon een goede hap ervan neemt, dan vind ik het wel lekker. Zelfs ik als geen mintliefhebber, denk dan wel even van nou, prima eigenlijk. Ja. Deze gaan we in het bakje doen. En dan is het tijd voor de magnetron. Juist. Komt er nou serieus nog stoom vanaf ook? Heel interessant. Het chocola is een soort van afgebrokkeld gesmolten. Het mintijs is natuurlijk gewoon lekker een soepje geworden. Toen ik eraan likte, dacht ik, oh, dat is best wel lekker, gesmolten chocola. En toen kwam die smaak binnen en dacht ik van, oh nee, dat is niet fijn. Ik ga nu een slok nemen van dit spul. Ik wil niet. Ja. Conclusie, mint is echt niet mijn ding. Zeker niet als het uit de magnetron komt. Als ijs is het wel lekker. Dus hou dit ijsje lekker bevroren. En waarom zou je überhaupt een ijsje laten smelten? Dat is ook, ja goed, maakt niet uit. Laatste ijsje, en dat is een hele speciale. Last, but zeker not least, is deze mojito-ijsje. En voor de mensen die mojito niet kennen, dat is een drankje, een cocktail met alcohol normaal gesproken. En ook dit ijsje heeft dus alcohol. Als jij nog geen 18 bent, dan krijg je hem ook niet mee bij de Yamin. Maar ook wel goed, want er zit alcohol in. Ik weet echt niet hoeveel procent. Er zit 1,83% alcohol in. Nou, dan ben ik zo te dronken. Oké. Hij is volgens mij een beetje gebroken. Hij komt er ook maar voor de helft uit. Maar dit is dus limoenijs. Dit is toch wel even een favorietje. Hij is lekker fris. Ijs is een beetje zo crunchy. Er zit dus een stuk limoen in gewoon. Oeh, dat zit er niet in. Ja, oké. Ik als fruithater vind dit niet heel erg smakelijk eruit zien. Maar goed, het voegt wel wat toe. Er zit alleen een schilletje omheen. Dat vind ik zelf niet zo lekker. Pak je met een half ijsje in de magnetron. Let's go. Dit is het resultaat van een mojito ijsje wat je laat smelten. Dit is de limoen. Ja, het ziet er niet heel smakelijk uit. Maar laten we het proberen. Het smaakt heel erg naar bitter lemon. En ja, goed. Ik moet dan ook maar even die limoen nog even proberen. Oké, nou.
Het kan. Bedankt Jamin dat ik deze ijsjes even mocht proberen. Sorry dat ik ze zo behandeld heb. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Er staan ook echt 4 bakjes nu voor me met gesmolten ijs. Ja, best wel zonde eigenlijk met dit warme weer. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren. Dan zie je altijd als ik video upload. Momenteel doe ik elke maandag en vrijdag om 7 uur. Dus klik even op dat knopje. Laat een leuke reactie achter. Als het goed is staat hier naast me ergens de vorige video. En in die video ging ik een heel leuk spelletje spelen, namelijk Lucio Ball. Het is een gaming video, een Overwatch. Als je daarvan houdt, klik daarop. En volg me natuurlijk op social media, @datismooiman overal. Dat was het voor deze keer. Hopelijk tot vrijdag. En wie weet, zie ik je dan. Later!